Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 4 juni. In het midden en zuiden van het land is het nog grijs door nevel, mist en laaghangende bewolking. In het noorden schijnt volop de zon en de zon die krijgt geleidelijk aan steeds meer kans, want ook elders gaat dan de zon doorbreken. Aan het eind van de ochtend wordt het zo'n 21 tot 23 graden. Vanmiddag kan het dan zomerswarm worden op veel plaatsen, met zo'n 25 tot 26 graden. Alleen in het zuiden is meer bewolking en daar blijft het kwik steken rond de 23 of 24 graden. Ook kan er aan het eind van de middag een stevige onweersbui vallen en lokaal kan er veel water vallen. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op steeds meer plaatsen op. Temperatuur ligt nog lang boven de 20 graden. Morgen wordt het opnieuw zomerswarm met 23 tot 27 graden. Net als vandaag waait de wind morgen uit een noordoostelijke richting. Aan het eind van de dag is er dan wel weer kans op een stevige onweersbui. Ook maandag hetzelfde weerbeeld: zomerswarm met in het zuiden kans op een bui later op de dag. Op dinsdag vallen er op meer plaatsen buien en dat kunnen echte plansbuien worden met lokaal veel water. De temperatuur kan nog wel oplopen naar zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk aan wat minder warm. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijn weekend.